Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Steven van de Put. Ik ben eerst en vooral vader van Kaat en Kobe, gehuwd met Saskia. Ik ben sinds 1 januari van dit jaar burgemeester van de wondermooie stad Hasselt. Ik was in het verleden kamerlid voor de N-VA. Was ook minister van Defensie. En ik ben nu lijsttrekker in Limburg voor de N-VA, voor het Vlaams parlement. Ik ga me daarin zetten voor Limburg, voor mijn stad en voor u. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, ik ben vanuit een zuiver engagement eigenlijk destijds 10 jaar geleden voor de eerste keer actief politiek geworden. Ik ben altijd geëngageerd geweest in verschillende organisaties en dingen met goede doelen en dergelijke meer. Maar op een bepaald moment zeg je van, als ik voor mijn kinderen een betere wereld wil, moet ik niet alleen aan het oog grote redenvoeringen houden. Maar moet ik ook proberen daar iets aan te doen. Ik ben dan ook 10 jaar geleden voor de eerste keer in de Kamer verkozen geraakt. Ik ben 5 jaar geleden geroepen om minister te worden van Defensie en heb ondertussen toch al het een en het ander kunnen doen. Ik ga nu inderdaad naar het Vlaamse parlement. Dat is natuurlijk een gevolg enerzijds van het feit dat we in Limburg vandaag met 2 sterke figuren zitten, zowel de Mier en ikzelf. Maar aan de andere kant ook dat ik het geluk heb gehad om oktober voorbije jaar burgemeester te worden van Hasselt. En als je wil iets doen voor Limburg en voor Hasselt, dan is het belangrijk eigenlijk vooral om hier een netwerk op te bouwen in het Vlaamse parlement. Want heel veel van de lokale bevoegdheden zijn natuurlijk gelinkt aan de Vlaamse bevoegdheden. Als we spreken over mobiliteit, infrastructuur, onderwijs, het opbouwen van de gemeenschap van onderuit, waar ik ook als burgemeester dagelijks mee bezig ben, heb ik het gevoel dat in dat kader ik een goede rol te spelen heb in het Vlaamse parlement. Niet alleen voor mijn stad en voor Limburg, maar eigenlijk ook voor de gemeenschap in zijn geheel. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb een quote van een Amerikaanse schrijver en filosoof. Een van mijn grote hobby's is zeilen, dus ik zoek altijd quotes in dat kader. En eentje specifiek gaat over de wind. En de quote is dan, de pessimist klaagt over de wind. De optimist gaat ervan uit dat de wind wel zal veranderen. Maar de realist stelt zijn zeilen bij om met de wind te varen waar je naartoe moet. Heel specifiek betekent dat eigenlijk dat je vooral moet durven actie nemen. Dat, dat er dingen zijn in het leven die je niet kan veranderen. Er zijn ook internationale omstandigheden die er gewoon zijn. Maar dat de wijze waarop dat je daarmee omgaat eigenlijk bepaalt of je uiteindelijk in de richting gaat van hetgeen wat je wil bereiken, ja of nee. En voor mij is dat heel duidelijk. Dat gaat over een goed sterk Vlaanderen met goed onderwijs, met mogelijkheden voor onze bedrijven om concurrentieel te zijn en zo eigenlijk de welvaart te creëren die nodig is om ons welzijn te garanderen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wel, een groot politiek voorbeeld is Winston Churchill. Niet omdat hij altijd in alles wat hij gedaan heeft goed gedaan heeft, maar ik denk ook dat dat menselijk is, dat je niet altijd op het top kunt zitten. Maar wel omdat hij eigenlijk op momenten dat er crisis was, erin geslaagd is om dat soort politiek te leveren wat nodig was om door die crisis eruit te geraken. Hij is ook bekend door heel veel heel goede quotes, was ook een markant figuur. Maar ik denk toch dat hij voor de 20e eeuw eigenlijk een heel stuk van wat we vandaag zijn, ook in Europa, zij het dan van aan de overkant van het kanaal, het een en het ander betekend heeft en eigenlijk vooral gegeven heeft aan de bevolking op dat moment wat de bevolking nodig had. Wat zijn uw politieke interesses? Wel, mijn interesses zijn heel divers in feite. Ik ben destijds begonnen vanuit het bedrijfsleven en was in die zin ook geweldig geïnteresseerd in fiscaliteit, de begroting en dergelijke dingen meer. Daar is mobiliteit bijgekomen. Vandaag ben ik burgemeester van Hasselt. Dus dat is natuurlijk een zaak waar ik dagelijks mee bezig ben. We spreken vandaag allemaal over het fileleed, maar ook over de gebrekkige mobiliteit. Vaak ook in een provincie gelijk Limburg, die eigenlijk altijd minder te klagen heeft gehad van files, maar waar vandaag ook filestilletjes aan de kop opsteken. En dan moeten we gaan naar structurele oplossingen. En daar wil ik mijn steentje voor bijdragen, beter gezegd. Wat kan er anders en beter in de politiek?
ja, ondertussen ben ik wel al een beetje gepokt en gemazeld in de politiek. Dus in dat kader heb ik de realiteit van de politiek wel leren kennen. Maar het gaat toch nog altijd een beetje traag. Allee, ik bedoel, in dat kader zo een beetje standvastigheid, ook goede afspraken maken en die ook nakomen. Niet zeggen vandaag van we gaan dat doen en morgen opnieuw andere weerstanden oproepen om toch maar, om welke reden dan ook, projecten niet laten vooruit te gaan. Ik denk dat de standvastigheid, gedrevenheid om ideeën ook om te zetten in resultaten, dat daar in de politiek toch soms te veel bochten worden genomen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, ik heb een voorwerp meegebracht, ik ken eigenlijk de naam niet, maar het valt onder de noemer mind games. Hè. Spelletjes die u een beetje aanzetten tot denken en tot proberen. En het specifieke van dit soort spelletjes is in feite, hier specifiek moet de ring tussen de twee bollen worden uitgehaald. Is dat dat niet evident is en dat er veel mensen zijn ook die dat op een bepaald moment aan de kant leggen, omdat de oplossing onbereikbaar lijkt, terwijl dat het vaak zo is met dit soort spelletjes, dat je moet durven out of the box denken, op een andere manier gaan denken, anders naar de problemen kijken, om dan na veel proberen, trial and error, veel geduld ook, te komen tot de oplossing die eigenlijk gevraagd wordt. En vaak is het zo dat het probleem nog moeilijker moet worden, dat het er nog ingewikkelder uit moet zien, vooraleer in feite je het doel van dit spelletje bereikt. En ik denk dat dat tekenend is voor wat de politiek is. In elk geval mijn carrière in de politiek heb ik al geleerd dat je veel geduld moet hebben. Ook moet tegen, ja, tegenslag zal ik het niet noemen, maar je moet ook durven af en toe nog moeilijker gaan om uiteindelijk de oplossing die dan soms wel voor de hand ligt te vinden. Jammer is dat ik spelletjes heb meegebracht waar ik zelf nog een beetje geduld mee moet hebben, want ik kan vandaag de oplossing niet tonen, maar hier is een oplossing, daar moet je wel in vertrouwen. En ook dat is een belangrijke insteek in de politiek. Er zijn oplossingen, maar je mag niet opgeven.